Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag eindelijk weer voor jullie een Zara short vlog. Ik heb echt een mega bestelling geplaatst met allemaal hele leuke zomerse items. Staat ondertussen alweer een tijdje hier, maar ik heb heel erg veel zin om het allemaal aan jullie te laten zien. Mijn Zara short vlogs worden altijd het beste bekeken, dus ik weet dat jullie het ook heel erg leuk vinden om te zien altijd. Dus heb je zin in deze video, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je dan ook zeker niet te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Alright, ik heb mijn lijstje er alweer bij gepakt van de bestelling, zodat ik alle details ook aan jullie kan vermelden. En ik zal er alles linken in de beschrijving. Dus daar kunnen jullie ook alles vinden. En dan gaan we gewoon beginnen met de eerste items. En het allereerste item is iets wat mijn zus al aangehad heeft. Dus daar zal ik wel even mee beginnen. Dat is namelijk een broek. Dat is deze broek. Het is een heel leuk rood met bruin printje. En dan is het zo'n soort straight leg model. Dit is een beetje een... ja, een lekker joggingstofje eigenlijk gewoon. Dit is hem dus. Heel erg mooi. En dan loopt hij gewoon lekker lang uit. Hij was, nou, ik denk niet echt voor de langere meiden. Want hij was niet super lang. Ik moet zeggen dat ik deze bij mezelf zelfs een beetje kort vond, denk ik. Weet ik niet precies meer. Ik heb de aanbeelden alweer even geleden geschoten. Maar dat zullen jullie wel zien in de aanbeelden. Maar verder wel dus echt een hele leuke broek. Gewoon met een blouseje of met een stoer shirtje of zo. En deze kostte ook maar €19,95. Dus dat is ook helemaal niet zo heel erg duur. En hebben we in de maat S genomen. En deze gaat mijn zus dus houden. Deze heb ik dan ook meteen in een andere kleur besteld die mij wat meer aansprak. Deze rode was iets minder mijn ding. En dat is namelijk deze groen-blauwige. Die heeft ook net weer een ander patroontje, maar ook wel heel erg cute. En dan dus met blauw en groen. Hier zit het kaartje nog wel in, want ik twijfel nog wel een beetje of ik hem ga houden. Want ik weet niet, hij geeft me ook een klein beetje pyjama vibes, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik denk ook echt dat sommige mensen dit... heel lelijk vinden en anderen vinden het waarschijnlijk heel leuk. Maar omdat het gewoon zo'n stretchstofje is, geeft het me een beetje pyjama vibe. Maar dan moet ik zeggen dat ik het gewoon met een wit shirtje of een wit blouseje, of eigenlijk met iets anders ook wel, voor in de zomer ook wel heel leuk. Ik vind het eigenlijk wel heel erg cute. Dus ik weet het nog niet helemaal met deze. Hij was namelijk ook maar €19,95. Niet heel duur dus. En deze hebben we dus ook in de maat S. Want het is verder precies hetzelfde modelletje als de rode. Dan gaan we door met het eerste witte jurkje uit de bestelling. Dat is altijd als de zomer dan weer opkomt, dan komen de witte jurkjes weer bij de Zara. Deze was helaas bij mij een beetje een flop. Maar het is dit jurkje met aan de bovenkant zo'n mooie soort bandeau stretch. En dan loopt hij heel mooi uit met van die panelen, zeg maar. Heel erg leuk. Hij heeft dus aan de bovenkant heel leuk van die spaghetti bandjes. En ja, ik denk ook echt... dat dit bij sommige mensen super vet kan staan. Maar ik vond het bij mezelf gewoon niet super mooi. Wel een heel erg lekker stofje voor de zomer. Er zit ook een onderrokje onder. Deze kostte €39,95. En deze heb ik in de maat S genomen. Dan gaan we maar door met iets wat ik wel heel erg leuk vond. En denk ik ook wel gehouden. En dat is dit broekrokje. Namelijk deze. Hij is zwart met een soort van witte bloemetjes, zoals jullie kunnen zien. En hij heeft dus aan de bovenkant zo'n hele lekkere stretchband. Deze komt wel van de kinderafdeling. Dus dat is misschien wel even goed om te vermelden. Ik heb deze dan ook in de grootste maat genomen van de kinderafdeling. In 164 is dat. En het zat eigenlijk echt perfect bij mij. En normaal heb ik ja, van broeken bij de Zara XS of S. Soms ook nog wel een M'tje. Dus dan kan je een beetje vergelijken. Ja, ik zou het gewoon passen. Want er zit super veel stretch in. Dus wie weet past je het wel gewoon. Maar het is dus een elastiek rokje. En eronder zit dan heel chill een broekje.
Hij heeft meerdere laagjes en dan het onderste laagje is een broekje. Nou, daar ben ik gewoon echt fan van. En door die band zat hij ook heel erg mooi hoog. Vind ik ook heel erg leuk. En ik heb zo'n soortzelfde broekhoekje van de Zara, gewoon van de damesafdeling. Maar die heb ik denk nu echt al, ja, 5 of 6 jaar misschien al wel. En die is kapot. Hij was niet duur volgens mij. Oh nee, het staat op het kaartje. Hij was 17,95. En ik heb hem dan dus in de maat 164. Dus dat is 13 tot 14 jaar. En voor 17,95 vind ik niet heel veel geld voor zo'n broekhokje. Dus ik denk dat ik hem wel ga houden. Dan heb ik een heel erg leuk gekleurd topje. En dat is deze. Ik hoop dat ik het goed aan jullie kan laten zien. Maar het is een hele mooie neonroze gehaakte topje eigenlijk. De achterkant is helemaal soort open gehaakt. Dus die schijnt een beetje door. Dat vind ik juist zelf wel leuk. En aan de voorkant is die gewoon goed bedekt. Alleen de onderkant heeft dus datzelfde effect. Dus dat het een beetje meer open gehaakt is. Dus dat geeft wel een leuk luchtig effect. En verder heeft hij dus ja, hier twee van die bandjes die dan zo bij je nek zitten, zeg maar. Dus zo. Hey guys, let even niet op hoe ik eruit zie, maar ik zit mijn video nu te editen. En ik kwam er dus achter dat het roze topje, die heb ik gewoon helemaal verkeerd gepast. Want blijkbaar moesten de bandjes gekruist en ik had ze allebei gewoon naar buiten gedaan. Dus vandaar dat hij op het aanbeeld een beetje gek zit bij mij. Dus dan weten jullie dat, mocht je hem heel erg leuk vinden. Ik heb hem dus gewoon verkeerd gepast. Veel plezier met verder kijken. Jullie zullen het allemaal ook bij de aanbeelden zien natuurlijk. Maar deze vond ik heel erg leuk. Alleen modelletje vond ik toch net wat gek bij de nek zitten bij mezelf. Maar verder vind ik dit wel heel erg leuk. Ik zou ook echt heel graag zelf willen kunnen haken. Als je dit gewoon zelf kan maken, vind ik het echt zo vet. En deze kostte ook maar €17,95 en heb ik in de maat S genomen. Dan heb ik nog een rokje van de kinderafdeling. Een broekrokje, want daar waren best veel broekrokjes. Maar dit was dan weer helaas een flop. Dat is deze. Heel erg schattig. Blauw met geel gebloemd. En dan gewoon heel leuk. Zo'n beetje een wijd modelletje. En daaronder zit gewoon eenzelfde kleur. Zit dan het broekje. Dus dat is gewoon wat top. Dat zie je ook niet verder. Maar dit model was iets lager. En daardoor vond ik het gewoon bij mezelf niet heel mooi. En ging de achterkant een klein beetje raar staan. Omdat ik hem dan te hoog op wilde trekken. Dus deze ga ik niet houden. Hij is wel goedkoper nog dan die andere, want deze kost maar €15,95. En het is wel echt een heel lekker dik stofje, dus mocht jij het wel passen, dan is het denk ik wel echt een heel leuk rokje. Ik vond het printje ook wel heel erg leuk. Maar deze was dus €15,95 en die heb ik ook in de grootste maat van de kinderafdeling, dus in 164 genomen. Ik heb nog een rokje van de kinderafdeling namelijk. Het is namelijk deze. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Een wit embroidery rokje. En dan aan de achterkant heeft hij zo'n elastieke band. En deze heeft dus ook een broekje. Dus vandaar dat hij waarschijnlijk zo populair was. Maar deze vond ik bij mezelf echt te klein. Jullie zullen zo wel aanbeelden natuurlijk zien. Ik had ook een foto nog gemaakt voor de thumbnail. En toen vond ik het toch wel heel leuk staan bij mezelf. Maar ik denk niet dat ik hem moet houden. Ik heb ook al twee witte rokjes. Dus op zich mag het dan ook wel. Maar ik vind hem dus wel heel erg leuk. Ik hou ook echt van die geborduurde details. Ik vind dat zo schattig. Ook deze heb ik in de maat 164. Dus weer 13 tot 14 jaar. En deze was wel een stukje duurder. Deze was €25,95. Heel leuk blouseje. We zijn er al bijna doorheen trouwens. Maar echt, I love it. Zo leuk. Ik wil deze eigenlijk houden. Maar ik weet nog niet of ik het ga redden met mijn kleedgeld. Maar dat is deze. Echt een super schattig
blauw stofje. En dan, zoals je misschien wel een beetje ziet, heeft hij ook nog van die geborduurde details erop. En dan ook nog bij het kraagje, dat embroidery. Echt super leuk. En hij heeft dus helemaal rondom die ruffels zitten. Aan de voor- en aan de achterkant, zoals je kan zien. En dan een goede pofmouw. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En ik heb deze in een maat S genomen. En dat is eigenlijk wel een hele goede maat. Hij valt aan de onderkant wel iets wijder en ook wat korter. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Kan je het een beetje in je broek stoppen bijvoorbeeld. Hij kost alleen wel volgens mij 40 euro. Last but not least heb ik nog een wit zomerjurkje. En dit is echt meer een soort blousejurkje. Heel mooi, dat embroidery houden we er lekker in. Dat zie je ook heel veel. Dat komt ook heel veel terug in de shoplog zoals je al ziet. Want deze heeft het ook weer op de mouwen heel leuk. Dat embroidery en ook gewoon op de hele voorkant. Echt super schattig. Maar het is dus ja een overhemd jurk-achtig iets. Ik hoop dat jullie het helemaal goed kunnen zien. Het is echt zo'n stijve overhemdstof. En dan aan de onderkant heeft hij nog zo'n paneel wat hem dan een beetje wijd laat uitlopen. Maar de mouwen hebben dus ook gewoon zo'n mooie sluiting zoals bij een overhemd eigenlijk altijd ziet. En deze vond ik ook echt heel erg leuk. Maar volgens mij vond ik hem te groot bij mezelf. Ik weet het even niet meer precies. Ik weet dat er iets niet helemaal mijn ding was. Ik denk dat hij te groot was. Dat ik hem te wijd vond. Deze gaat lekker terug. Ik had deze in de maat XS genomen en hij kostte dus €49,95. Nou, en dat was dan ook alweer het laatste item. Voor mijn gevoel ben ik er echt vet snel doorheen gegaan. Maar misschien valt het wel hartstikke mee en is het gewoon een goede lengte video. De aanbeelden komen er natuurlijk ook nog tussen. Ik hoop dat je de video heel erg leuk vond. Linkjes staan dus allemaal in de beschrijving mocht je zelf nog iets willen shoppen. En vond je de video leuk, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, ik zou het heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Help je mij ook weer een beetje mee en dan mis je helemaal niks. Dus vergeet dat zeker niet te doen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!